Welkom in Tifinema. We zijn hier zo bij het ROC. En we gaan vandaag die mensen vragen wat voor kennis hebben met Paas. Ik zie daar al wat bekende mensen. Die gaan we zo lastigvallen. Ga je nog wat doen met Paas? Ja, ontbijten. Ik ga naar Paas met mijn vriendin. Stage lopen. En wat ga jij doen? Ook stage lopen helaas. Niks. Ga jij iets doen met Paas? Nee, ook niks. Ja, ik ga op skikamp. Weet u waarom Paas gevierd wordt? Nee, niet exact moet ik eerlijk zeggen. Nee, heeft iets te maken met geloof, maar ik ben ongelovig opgevoed, dus ik heb niet... Nee, vandaag op. Weet jij het? Is toch dat Jezus weer opstaat of zo? Is toch dat Jezus weer op is gestaan of zo? Dat is dat Jezus is doodgestaan of is opgestaan uit de dood. Weet je waarom de eitjes gelegd worden? Nee, geen idee. Om kinderen blij te maken of zo? Nee, ja, om te zoeken en om te eten, maar nee. Van nieuw leven of zo, weet ik het. Ja. Nieuw leven. En weet je ook waarom? Wie dat bedacht heeft? Geen idee. We gaan nu kijken naar een item van Mimi. Zij is nu bij Stichting Trias. Welkom beste MTV-kijkers. Vandaag gaan we een kijkje nemen in Stichting Trias. We staan nu in het kantoortje van Stichting Trias. Wat is Stichting Trias precies? Stichting Trias is een vereniging die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap of leerproblemen. Okay. En wat zijn zoal de activiteiten hier? Nou, Trias biedt verschillende activiteiten, onder andere weer het eetcafé en sociale vaardigheidstrainingen. En ja, dat is voornamelijk de twee bezigheden, maar daarna zijn er ook andere trainingen en cursussen die je kan volgen bij Trias. Ze kunnen ook ondersteuning krijgen bij het vinden en werk. En mensen kunnen hier ook gewoon naartoe komen om elkaar te ontmoeten. Daar is Trias ook voor, dat mensen elkaar met een lichte verstandelijke handicap elkaar ergens kunnen ontmoeten. En daar focussen jullie alleen maar op jongeren of maakt het niet uit? Nee, Trias is gewoon voor mensen van alle leeftijden, vanaf een jaar of 17, 18 eigenlijk. Omdat we gemerkt hebben dat er voor jongeren op dat gebied nog te weinig is. En jongeren het niet altijd fijn vinden om ook met ouderen samen te zijn met alle activiteiten, hebben we nu een jongerenclub opgericht. Schiet een beetje op met de jongeren hier? Ja, we hebben nu een paar keer een activiteit georganiseerd en het is erg leuk geweest. We zitten hier nu in de tuin van Stichting Trias en ik zit hier met... Jahid Anismand. Hoe lang zit je al bij Stichting Trias? Ik zit al 2 jaar bij Trias en ik volg de cursus sociaal vaardigheden. Ja. En is dat ook de enige activiteit die je volgt? Nee, om de 2 weken hebben wij, als ik het goed zeg, of om de 3 weken hebben we dan een filmavond. En om de 2 weken zeg maar, hebben we weer het eetcafé. Dat volg ik ook nog. Ja. En wat vind je echt het allerleukste? Ja, eigenlijk allebei. En wat is jouw naam? Mijn naam is Richard. Ik zit sinds kort ook bij de jongerengroep club, zeg maar. En we hebben al een dropping al gehad. We hebben al een lunch gehad. Maar wat vind je leuk aan de jongerenclub? Ja, dat we zelf een beetje dingen mogen organiseren en meebeslissen, zeg maar. Heb jij nog een leuke boodschap voor de kijkers? Nou, dat heb ik zeer zeker. Ik zou zeggen, de mensen die ook bepaalde handicap hebben, zeg maar, meld zich aan, want ja, er is hier van alles te doen.
Heb je nog iets leuks dat je wil meegeven aan de kijkers? Ja, ik zou voor de jongeren aanraden om naar Trias te komen. Dat is erg leuk. Welke dagen zijn jullie open? Meestal van dinsdag tot en met zondag ongeveer. Maar dat hangt heel erg van de activiteit af. Bijvoorbeeld op dinsdagavond is het zoosavond, op woensdagavond is het kookcursus, dramacursus. Dat hangt er maar net vanaf waar jij meedoet. Voor de jongerenclub is het op allerlei verschillende data. Dat we ook met de jongeren zelf gewoon af willen spreken. Van het is jullie club, dus jullie bepalen wat we gaan doen, wanneer we gaan doen enzovoort. Hoe nemen we contact met jullie op? Jullie kunnen ons bellen, maar jullie kunnen ook gewoon mailtjes sturen. En onze site is www.trias.nl. Dit was NTV voor Stichting Trias. Ik laat het nu aan de stagiaires over. Bij deze hoop ik dat we jullie interesse hebben gewekt. En dat jullie ons weten te vinden. We gaan nu kijken naar een item over Stichting Leergoud. Daar ben ik gisteren langs geweest, dus we gaan een kijkje nemen. Let's go. Hallo, wie bent u en wat doet u? Hoi, ik ben Carmen Salier. Ik ben coördinator van Stichting Leergeld Nijmegen. En wat is Stichting Leergeld? Stichting Leergeld Nijmegen zorgt ervoor dat alle kinderen in de stad kunnen balletten, kunnen voetballen, maar ook allerlei andere sporten en culturele activiteiten. Stel je voor dat ik een jongere ben en ik ben tussen de 4 en de 18, maar ik heb niet zo'n goed contact met mijn ouders. Hoe kan ik dan jullie toch wel bereiken? Oké. Nou, dan ga ik ervan uit dat jij toch wel ergens woont. En dan woon je misschien wel bij een voogd in huis. Ja, of een andere verzorger. Op het moment dat je daar bent ingeschreven, speelt dat adres een rol. Hoeveel stichtingen hebben jullie? Elke beetje redelijke stad heeft zijn eigen stichting Leergeld. Waarom hebben jullie in elke stad bijna een stichting liggen? Omdat heel veel mensen gehoord hadden van de goede plannen van andere stichtingen in het land. En ja, armoede, dat lijkt net alsof het alleen maar in Afrika is of in China. Maar dat is ook in Nederland. En er zijn bijna 350.000 kinderen in Nederland die met hun ouders onder de armoedegrens wonen. En dus in Nijmegen bleek dus enorm veel belangstelling te zijn voor kinderen om te kunnen sporten, om te kunnen dansen of te kunnen balletten. En daar was eigenlijk geen geld voor. En zo zijn wij begonnen om dat in Nijmegen onder de aandacht te brengen. En dus is Leergeld Nijmegen ontstaan. Okay. En weten jullie ook zeg maar, welke sporten kinderen gaan doen? En zo ja, welke komt het meest voor? Nou, we weten niet van alle kinderen natuurlijk waar we op bezoek gaan wat ze zouden willen. Sommige ouders zijn daar niet mee bekend. En nou gaan wij een beetje vertellen aan die ouders van wat voor mogelijkheden ze allemaal hebben. Afhankelijk van welk deel van de stad ze wonen, waar ze op school zitten en waar, met welke vriendinnetjes, eventueel vriendjes ze mee spelen, zou je kunnen een route kunnen uitstippen. Zou je kunnen aangeven, oké, vindt u dat interessant of dat interessant? En dan denk ik dat voetballen toch het meeste voorkomt in de stad. Maar niet vergeten cultuur, hè? Wat denk je van hip-hop en breakdance en zumba en scouting? Dat is allemaal cultuur. Okay. Hoe kunnen de ouders het beste contact met jullie opnemen? Ja, er zijn dus diverse manieren. Telefonisch, dat kan. Maar we hebben het soms druk en dan moet je er echt volhouden om ons te kunnen bereiken. Het meest handige in deze huidige tijd is per e-mail. Alhoewel ik weet dat er heel veel mensen geen computer hebben, maar bijvoorbeeld via een openbare ruimte kun je misschien toch een computer gebruiken. Dus via e-mail, via internet, dan ook in dit geval hebben wij een mogelijkheid om een aantal velden in te vullen, waardoor dat bij mijn collega terechtkomt. Dus telefonisch, per e-mail, internet, maar uiteraard ook bij per post. Dat kan ook allemaal. Post wordt elke dag bezorgd hier. Oké. Dankjewel voor de interview. Ik denk dat onze kijkers nu wel een betere beeld hebben over Stichting Leergeld. We waren net bij het ROC bij Nijmegen station. Daar wordt vragen gesteld aan de jongeren over Pasen en wat Pasen inhoudt en waarom we eitjes hebben gelegd. Nu zijn we bij het kerk, het Petrus Canisiuskerk. En nu gaan we praten met pastoor Biemans. Dag pastoor Biemans, kunt u ons misschien uitleggen wat Pasen in het kort inhoudt? Ja, zeker. We zijn hier in de kerk en we zullen dit jaar ook weer Pasen vieren. En dan vieren we de verrijzenis van Jezus uit de dood. Dat wordt ieder jaar gevierd in de kerk. Veel mensen komen er dan. Het gaat terug op het evangelie. Dat verhaalt dat de leerlingen van Jezus
naar het graf gingen en daar het graf leeg vonden. Zoals je weet, Jezus Christus is gestorven 3 dagen voor Pasen. En dat vieren we op Goede Vrijdag. Daar vieren we de kruisdood van Jezus die ter dood werd veroordeeld. En hij is in dat graf gelegd, maar het graf bleek leeg te zijn. En daarna is Jezus ook verschenen aan de leerlingen en heeft hij gezegd dat hij leefde. We hebben net wat jongeren wat vragen gesteld. En ik vroeg me af of u dat wel wist, want ik wist het niet. Weet u misschien waarvoor de eitjes van Pasen zijn? Waarom de eitjes? Ja, ach, kijk, dat is, heeft te maken met nieuw leven. Dus zoals ik net zei, we vieren dat Jezus leeft, dat hij niet dood is. En er zijn allerlei tekens van het nieuwe leven. En ook die eitjes, dat hoort natuurlijk ook bij het voorjaar, hè? Leggen alle vogels een ei. En ook dat geeft nieuw leven. Dus er zijn heel veel symbolen van het nieuwe leven. En dat is wat we vieren met Pasen. Oké, dankjewel. Graag gedaan.